Tom, een volgende vraagje dat we eigenlijk aan iedereen gaan voorleggen binnen deze reeks programma's. Dat is, je hebt zo van die platen die je goed moet vinden. Zeg maar, politiek correcte platen. Mm-hmm. Maar ja, soms vind je die niet altijd goed. Heb jij er ook zo de songs die je wordt verondersteld om echt wel goed te vinden? Oh, man, jij vroeg me dat. Ik dacht, wat is zo moeilijk om op te antwoorden? Je krijgt een helft van Vlaanderen over hun nek die gaan zeggen, ja, maar alleen. Maar ja, ik zal een bekentenis doen dan. Blauw van de Scene. Blauw van de Scene, oké. Okay. Ja, het is zo erg, want ik weet... Vind je de Scene aan zich niet goed? Nee, 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 helemaal niet. Je vindt dat maar, nummer niet? Ja, dat blauw vind ik... Blauw, ik... En om welke reden? Ja, dat, hij zingt het voor mij te dikwijls. Blauw, blauw, blauw. En om duur zit ik in een auto. Als dat nu weer opstaat, moet ik het altijd afzetten. Omdat het is zo blauw. In mijn oren hè, is het blauw, blauw, blauw. En ik denk, oh jongen... Je denkt, oké, okay, ik weet het, het is blauw. Ja, ja, het is blauw, ja. En dan... dat is raar, hè, want dat is zo... En ja, dat zijn van die nummers dat je denkt, ja, dat kan ik niet horen. Ja. En je moet dat goed vinden, hè. Dat is... Ja, hier moet niks, maar de meeste mensen vinden dat inderdaad wel een geweldig nummer. Ja, dat is heel maf. Wel, kijk, Tom, bij Joe zijn we altijd heel lief voor onze gasten, dus we gaan nu samen luisteren naar Blauw. Ik heb het toilet.